So, now it's almost 3:30. Dat wil zeggen 3:30. And we are now walking home. We lopen terug naar huis. En dan gaan we even bij de hondjes kijken. Want deze keer hebben we ze thuis gelaten. Ik moet nog eens even kijken, wat een mooi uitzicht. Prachtig. Ook zo'n mooi binnenstraatje. Daarachter is een voetbalstadion. Ik kan het nu helaas niet zien, maar hartstikke leuk. Mensen zijn heel sportief. Kinderen doen veel aan sport. Je ziet ook heel veel van die stepjes hier. Dat kan allemaal. Doe niet zo moeilijk, die Spanjaarden. We hebben niet allemaal regeltjes. Zo. Ik geloof dat wij hier moeten oversteken. Maar ik weet het ook niet zeker. Daar zijn die leuke huisjes weer. Daarachter staat ook onze camper ergens. Mensen zitten hier op het platje. Kijk hoe mooi dat daar is. De bergen. So, good morning. It's already Tuesday, dinsdag dus. En I'm walking over here. Are a lot of zebra paths. Most people stop. Very nice. Better than somewhere else. Zo, heel vaak hebben ze hier zebrapaden, vooral bij rotondes en kruispunten, zodat niemand daar als een idioot komt op afrijden. Iedereen mindert vaart. Maar dat is het probleem niet. Wij, Mike en ik, hebben afgesproken in een coffeeshop. En de coffeeshop is, de naam is Artesana. En we hebben wel eens vaker een oriëntatieprobleempje. En volgens mij is deze route korter. Maar volgens hem is er een andere route daar naartoe. Maar ik weet nog niet zo zeker. Dus we hebben afgesproken, elk gaat zijn eigen weg. En we zien wel wie het eerste aan de koffie zit. Nou heb ik natuurlijk één voordeeltje, want ik loop iets sneller dan hij doet. Nou kijk, ben ik van de hoofdweg af en gelijk een stuk rustiger. Niks, geen verkeer. We lopen hier tussen de gewone huizen door naar beneden. Deze keer hebben we de hondjes thuis gelaten.
vorige keer hadden, meestal gaan ze mee. Ja, dat is ook gezellig. Maar de laatste keer dat we daar waren, keek de eigenaar niet zo blij dat we de honden mee hadden. Maar ze mochten er toch in. En wat gebeurde? We verlieten de coffeeshop. Vergeten notabene baardje. Kijk, daar is de hoofdweg. Daar is de weg. Het was een beetje tussendoor. Maar waar het nou exact was. En we hebben afgesproken, we zouden niet gaan kijken op Google Maps. Dus echt afgaan op ons instinct. Ja. Lavenderia. Was het hier dan? Oh, ik weet het ook niet. Misschien nog eentje verder. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik loop maar wat. Maar ik zie daar een groene boom. En ik kan me herinneren dat toen wij weggingen, liepen we langs een laantje naar beneden naar de zee. En dat was een laan met heel veel groene bomen. Nou ja, ik kan altijd vragen, hè. Is de Mercado. Hondje. Weet het ook niet. Ik kan in mijn goede Spaans natuurlijk gaan vragen waar de coffeeshop is. Dan zou ik moeten vragen, donde es de coffeeshop artesana? Nou, ik kom toch wel erg dicht weer bij die hoofdstraat. Want ik zie daar in de verte een kerkje. Nou, die Spar Mercado kan ik me ook niet herinneren. Hoi. En dat dan? Erg dicht weer bij die hoofdstraat. Ik zie daar in de verte een kerkje. Nou, die Spar Mercado kan ik me ook niet herinneren. Hoi. En dat dan? Nee. Hier nog heen. Heb je hem weer? Hola, perdón, hola. Gunta, ¿dónde está la coffee shop artesana? ¿La artesana? Pues sale usted a la avenida La General y se va a la derecha. Todo La General, todo La General, ya mano izquierda. Izquierda, lo ve, ¿vale? Gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego. Nou, kijk. Zo gaat dat dus. Met je gewoon de weg gewezen. Rechtdoor.
En bij de grote weg, dan ga je naar beneden. En je vindt vanzelf de coffeeshop. L'Artesana. Nou. Ja, dat is echt een Spaans koffieshopje. Ook voor Spaanse prijzen. Koffie 1,50. Kan er even leuk zitten. Oh, sluit me dood. Ik weet niet meer wat links of rechts was. Volgens mij zijn ze dus hier rechts, ja. Oh, ik ben te laat. Ai. Want ik zie de betere helft daar al lopen. Die is in front of me. Maybe you see him too. This keeps a little bit higher. Nou ja, ik kan hem niet meer inhalen. Hij heeft gewonnen. Hier ook al een super sorry. Laia Soho, dat was dus een discotheek. Nou kijk, leuk ingangetje. Hahaha, die staat daar weer bij de ding, hè? Ook verkeerd. Closed? Closed? Oh, where was it now? Oh yeah, daar. Was it you when I waved? When? Did you come from the street down there? Yeah. Yeah, I saw you like... I was talking to somebody. Quickly, I didn't go too far away, but it looked like you. Yeah, that's close. But we found another one. Yeah. Okay. Nou, 1 uur. Goedemiddag. 1 maart. Lente is begonnen. We hadden een hele koude nacht. En de kachel sloeg niet aan, natuurlijk niet. Die slaat 's ochtends aan als de zon komt. Lekker handig. Maar ja, we hebben een beetje zo'n wakkelcontactje. Dus elke keer even prutsen met het gevalletje. Thermostaat, en dan doet hij het wel of hij doet het niet. Nou ja, ik denk niet dat we hem nu vaak nodig hebben vanaf maart. Het weer wordt steeds mooier en lekkerder. Oké, ik heb net gekeken wat er achter deze berg was. En als je het wilt weten, dan moet je even mijn vorige videootje bekijken. Ik loop nu verder naar beneden. En daar is een winkelcentrum. Daar is van alles. Zelfs een Frisk. En een Burger King. En er is een hele grote hondenzaak. Hartstikke leuk voor de beestjes. En daar in de corner, in de hoek, achter die schepen op die rotonde. Dat is ook zo fraai. Dat zijn van die Viking boten. En die zijn gemaakt van ijzer. En die zijn nu dus hartstikke verroest. Verroest door het weer. Maar prachtig. En s'avonds... Kom hier! Sorry, sorry. Ik moet even het hondje... Kom eens hier. Poetsen. Tot de orde roepen. Ja, meneer Ongeduld. S'avonds zijn die boten dus verlicht.
En waar ze op staan, dat is een soort plateau. Even kijken hoor. Even inzoomen. Kijk, dat is een soort plateau. En als dan de lampen aan zijn, dan lijken het net golven. Super mooi. Nou, beestje wil naar de koffie. Nee, beestje wil helemaal niet naar de koffie. Hij wil gewoon even zijn eigen gang gaan. En net zo eigenwijs als de baas. Zo, kunnen jullie wat meer zien. Nou, we lopen kalm naar beneden. Van mede-vloggers hoor ik dat het behoorlijk druk is aan de Spaanse kust met campers. Nou, dat was gisteravond ook wel te merken, daar waar wij staan. Er was spierenpotje vol. Nou, kijk, daar is de berg waar ik van afkwam. Ik kom weer een heel eind weg. Het lijkt eigenlijk verder dan dat het is. Nou, er komt ook een wagentje aanrijden. Ga ik straks zelf ook eens even kijken op mijn oude video's. Of ik bekende gebouwen tegenkom. Zodat ik weet dat wij daar in die hoek zijn geweest of niet. Volgens mij wel, maar... Wat een prachtige dag. Nu, kom eens even hier, beestje. Want we moeten naar de andere kant van de weg. We willen natuurlijk niet plat gereden worden. Even rustig. Ze rijden hier natuurlijk als stupido's. Ja. Alweer een camper. Kijk, die man die daar staat, staat er ook al een eeuwigheid met zijn scootertje. Zijn driewielig, onze camper staat daar aan het eind. Prachtig motorrijweer uiteraard. En of ik mijn motor mis, maar niet echt. Camper is zeker zo leuk. Zeker als je niet in de camper blijft hangen. Lekker naar buiten wandelen. Veel zien. Nou kijk, daar is de berg waar ik afkwam. Leuk hè? Nou weet ik ook wat er aan de andere kant te zien is. Kijk, dit is een school. Hartstikke dicht. Kindertjes zitten allemaal binnen, denk ik. Want die gaan toch laat naar buiten, naar huis. Dat is allemaal 5, 6. Maar ja, het blijkt dat ze een hele lange pauze hebben, 's middags. Zoiets van tussen 1 en 3. Nou kijk, daar is zijn de Vikingen. Die mooie boten. Prachtig.
De kunstenaar die dit gedaan heeft, die heeft wat moois neergezet. Ah ja, ga maar even poepen. Mannetje alleen met zijn flair. Oh, de KFC, ja. Was personeel is heel, heel aardig, moet ik zeggen. Maar het was niet zo lekker, eerlijk gezegd. Een beetje droog. De kipstukjes van de McDonald's waren lekkerder. Nou, ik ga hier even kappen. Even kijken. Even opletten bij het oversteken, want het is hier best druk. En hartstikke leuk. Bedankt voor het kijken. En hopelijk lopen jullie de volgende keer weer met me mee. Bye bye.